Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer tijd voor F1 2010. Ouderwetse, ik moet gewoon iets uploaden. Zo simpel is het. Ja, dus we gaan lekker door met F1 2010, aflevering nummer 21 van seizoen 2. De tweede race van het seizoen staat op het programma, maar heb je die vorige video gemist? In Bahrein zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan direct boven dit i'tje, klik erop. En die zijn natuurlijk die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben je trouwens niet geabonneerd op dit kanaal. Gewoon even doen. Abonneer gewoon op dit kanaal. Ja, waarom niet? Ja, bedenk een goede reden. Maar vooral doen, zou ik zeggen. Goed verhaal. Abonneren. Ga ik er ook een lekker pelletje aan. Zeg een enkele aflevering van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. @Gierlandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn ruikersnaam staat in de beschrijving. Lekker door in Australië natuurlijk. Er is altijd wel lekker weer. We racen natuurlijk in maart, dus het weer zal wel meevallen, denk ik. We staan bovenaan in de constructeursklassementen en ook in het rijdersklassement. 7 punten voorsprong op Fernando Alonso. Dus ja, we staan er goed voor. Gelijk met Mercedes in het klassement. En niet te ver achter is Ferrari. En McLaren stelt teleur. Maar goed, het is pas de tweede race van het seizoen. Er kan nog alles gaan gebeuren. Rubens Barrichello nog geen punten gepakt. Hopelijk dat hij dat deze race wel gaat doen. 12 rondjes. Ik zat even te twijfelen om 17 te doen, maar hebben toch maar bij 12 gehouden. Want ja, waarom niet? Geen regen verwacht, dat is goed om te zien. En dan is het op naar de kwalificatie hier in Australië voor de grote prijs. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Lekker zonnig weer dus. Hopelijk dat wij hier weer een pole position kunnen veroveren. Het zou wel nice zijn als dat gaat gebeuren. We moeten juist de pole halen. Het inhalen hier gaat nogal lastig. Het is een stratencircuit. Monaco is nog lastiger, maar ja, vergeet dit circuit vooral niet om random incidenten namelijk. We zitten daar een klein beetje door op het gras. Heeft ons wat tijd gekost, maar dat is geen probleem. Komen zo meteen bij start-finish aan. En dan laten wij een 1.29.6 noteren. De voorlopig pole position. En daar is onze ronde gelijk verbroken. Jazeker. Pole position. Great session, you're on pole. The boss is over the moon with that result. Baas is blij, wij zijn ook blij. Op naar de race hier in Australië voor aflevering nummer 21 van F1 2010 Career Mode. Daar gaan we dan. Aanbeland bij de garage. De pitbox staat dan op pole position hier in Australië. Lekker droog weer, gelukkig. 12 rondjes. Kijken wat dat gaat opleveren voor ons. Ik hoop toch echt weer een overwinning. Het zou wel vet zijn als dat gaat gebeuren namelijk. Maar je weet het maar nooit. Het kan zijn dat Fernando Alonso op de loer ligt, want hij staat als tweede. Dus ja, het is wat het is namelijk. 32% kans op neerslag. Oh, er is toch nog kans op regen. Maar ik schat die kans heel klein in. Kijk maar, dat staat er namelijk letterlijk. En ja, hopelijk dat Rubens Barrichello ook mee kan komen. Hopelijk dat hij ook zijn eerste punt kan pakken. Het zou wel vet zijn, een dubbele puntenfinish. Dat hebben we namelijk nog nooit gehad in Career Mode. Dus wie weet wat er gaat komen. De strategie is gewoon van de soft naar de harde band. Dus dat zit wel snor, zit wel goed. En hopelijk kunnen wij Melbourne verlaten met 25 punten erbij. Dat maakt ons dan nog steeds leider in het klassement met 50 punten voorsprong. Maar eerst deze race zien te overleven. Let's fire up the engine. Daar gaan we dan kijken wat het gaat worden. Hopelijk hebben we spannende battles en gevechten met alle andere rijders van het veld. Op naar de grote prijs.
team are expecting something special after your points finish last race. Don't disappoint them, mate. Niet teleurstellend doen, zegt de engineer. We zijn onderweg en de lampen zijn uit. En we hebben een prima start. Hamilton heeft al gelijk Fernando Alonso te grazen voor P2. Jazeker, de Brit is goed weggekomen. Alonso terugverwezen naar P3. Zal daar niet blij mee zijn. Vettel op P4. Beides aan de leiding in de grote prijs. De auto heeft vooral veel onderstuur. Dus de setup moet worden aangepast in de volgende race in Maleisië. Tot nu toe gaat het goed. Dat zeg ik wel. Maar het gaat helaas niet goed. Want dat is grind. Die wij hebben ontdekt. En we zijn teruggewezen tot P4 achter Sebastian Vettel. Dus we moeten een inhaalrace gaan doen. Ik juichte iets te vroeg. Ik denk, we hebben hem al in de tas. Maar nee, helaas. Leven kan soms snel omgaan. Maar goed, dat geeft niks. Vettel moeten we zien te passeren. Een klein beetje toucheren op de achterkant, maar dat is geen probleem. Alonso is de volgende. Lewis Hamilton leidt de wedstrijd. En die Alonso is hier traag. We kunnen aanvallen aan de binnenkant. Doen we ook. Jazeker. En dat is P2. De volgende heet dan de leider in de wedstrijd. Kijken wat we kunnen. Aan de buitenkant. Nee, lukt helaas niet. Dan naar de binnenkant kijken. Nee. Beide op het gras. Fernando Alonso ziet dat. Maar we kunnen niet aanvallen, helaas. Hopelijk zometeen in ronde nummer 2, want daar zitten wij nu in. Hamilton snel in beide sectoren. Daar vallen we Lewis aan, maar ja, dan blokkeert hij die bocht. En dan rijd ik er tegenaan en vallen we dit keer heel ver terug tot achter Felipe Massa. Michael Schumacher op P7 doet het niet verkeerd, kwam in de volgende wedstrijd tot P5. We moeten nu Massa gaan inhalen voor P5. Ja, twee incidenten waarin wij twee keer proberen de leiding weer te vergroten. Kijken bij Massa, lukt dat? Nee, want hij blokkeert ons. En duwen hem daar gewoon bij. Niet te agressief, zegt de engineer. Anders krijgen we een penalty. Webber, ook hij gaat niet zo makkelijk aan de kant. En wij schieten hier weer door voor een derde keer. Massa weer terug naar P5. Beetje wielbengen met elkaar. Oh, zo de knetters. Massa op zijn dak. Bij de plek. Webber is de volgende. Ook gepasseerd. We zijn er gewoon een beetje agressief. Vanwege, ja, wat de AI hier doet. Vettel is de volgende voor P3. En hij is, ja, gezien. Gepasseerd. Top. Alonso, P2. Die moeten wij ook hebben. Hopelijk lukt dat snel. Beetje wielbengen, dat mag. Wat we daar trouwens net deden bij Massa was trouwens niet de bedoeling. Het ging, ongeluk. En eigenlijk zou dat moeten worden bestraft. Alleen de FIA laat het toe. Ik was daar gewoon de schuldige. Maar goed, het is gebeurd. En Hamilton is daar, de volgende. Jazeker. Zo, Lewis Hamilton. Die is weg. Lewis Hamilton is weg. Gewoon weggevaagd door ons. Sorry, Lewis. Spijt me. Iets te agressief bezig. Ja, het is wat het is. Op naar ronde nummer 5. Begin ronde nummer 6. We duiken naar binnen voor onze late pitstop van de dag. Gaan naar de harde band. Pitlimiter aanzetten namelijk. Barrichello op P17. Teleurstellend. Hopelijk dat hij nog naar de punten kan rijden. Maar het ziet er rooskleurig uit. De pitstop is dit keer wel goed. In Bahrein verliep hij niet goed. 5,2 seconden. Te doen. En Alonso aan de leiding in de grote prijs. Zeg ik dat goed? Jazeker, daar hebben we hem aan de buitenkant. Alleen dan duwen wij hem hier mooi wijd. En wij behouden weer de leiding agressief bezig. En Fernando Alonso moet nog een keer naar binnen. Die moet nog zijn stop gaan maken. En wij zitten al op de helft van de grote prijs. Het gaat tot nu toe allemaal vlekkeloos. Goed gedaan.
En dan zitten we in ronde nummer 11. Als we daar een achterblijver hebben. Jamie Alguersuari gaat daar niet zo makkelijk aan de kant. Die kennen wij van Canada vorig seizoen. Kleine touché. En Alguersuari is dit keer mooi gezien. Volgende. En daar hebben we drie auto's voor ons. We beginnen denk ik met Tarun Chandok. Als ik dat goed zeg. Nee, het is Ayrton Senna. Het is Bruno Senna. Liuzzi aan de kant. En Buemi ook aan de kant. We hebben Liuzzi per ongeluk geraakt. Voorvleugel van de Italiaanse coureur wat beschadigd. Maar wij hebben dus helemaal niks aan de auto overgehouden na dat incident met Vitantonio Liuzzi. Remmen zijn in optimale temperatuur. Goed om te weten, maar goed, daar hebben wij voorlopig even niks aan. Want het regent niet. We schieten ook nauwelijks door. Dus ja, het is gewoon allemaal goed. Daar hebben wij volgens mij Heikki Kovalainen. Of is dat Jarno Trulli? Het is Kovalainen, jazeker. Gaat ook niet zo makkelijk aan de kant. Maar de AI kent hier geen blauwe vlaggen. Dus ja, vandaar. En dan gaan we zo meteen de laatste ronde alweer in. Ronde nummer 12 van 12. Gaat dan in. Kijken wat wij nog kunnen doen op deze versleten harde banden. Kunnen wij nog sneller gaan dan onze vorige wedstrijd? Het is een 1.91.4. Antwoord is nee. Komen bij start-finish. Gaan hier de wedstrijd winnen in Australië. 2 uit 2 wordt het in het nieuwe seizoen. Alonso weer naar het podium. Webber voor zijn thuisblik naar P3. Goed gedaan, is het op naar de volgende wedstrijd. Brilliant! Brilliant! That's the double! Paul in the win! Oh, you legend! We zijn zeker een legend. Paul en de race overwinning gepakt. Ondanks die 10 seconden tijd gaf weer een bochtafsnijding. Winnen hier de wedstrijd in Australië. Onze tweede achtereenvolgende overwinning van het seizoen. 2 uit 2 is het Alonso weer op het podium. We hebben voor zijn thuispubliek op P3. Vettel en Schumacher stellen ja, wat teleur. En Barrichello pakt zijn eerste punt. Mijn teamgenoot heeft dus ook een punt behaald. Netjes. Goed gedaan. Jazeker. Doet hij goed hoor. Uitstekend. En ja, twee uitvallers, Hamilton en Massa. En vanaf, ja, waar is het? Chandok, iedereen op een ronde gezet. Dus ja, goed gedaan. Heel goed gedaan. Alonso eigenlijk op 40,2 seconden gefinished. Maar ja, het is wat het is. You're still top in the Drivers Championship table. 50 punten. Goed gedaan. Alonso volgt op 14 punten achterstand. Vettel op P2. Sorry, Vettel op P3. Alonso op P2. Excuseer. Hamilton nog steeds 13e met 1 punt. Lewis Hamilton. Teleurstellend. Ja, daar moet echt iets gaan veranderen. Want McLaren, die is verdedigend constructeurskampioen. Wat zeg ik? McLaren staat 5e. En wij pakken de leiding weer mooi af van Mercedes. 11 punten voorsprong op Ferrari. Goed gedaan. Mercedes volgt. Dan Red Bull en McLaren. Dat is de top 5. Williams is dus weer terug. Nou goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb jij genoten? Beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. Schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Reageer wat er verder kan worden op deze video. Volg me ook even op de sociale media. @GianLandsGoud op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was GianLand mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video. Gaan we weer met meer Formule 1 content op mijn kanaal. Tot de volgende keer.